Hallo dames en heren en welkom terug bij nog bij een nieuwe aflevering van. Zo, ik word niet lekker. Sorry jongens, beste intro ooit. Ja, sorry jongens. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Wijzen. De laatste keer dat ik jullie vliet was Pergamentus op een belangrijke boodschap naar het ministerie en zijn wij nu in de verboden gang. Dus ja, wens me sterkte. Daar gaan we. Here we go again. Opslaan, boek daar, opslaan. Hey. Met een paars veertje, pap. Hier zit meteen een kaart in. Awesome, en twee chocolate fox. Oh, wie is dat? Wie is die mooie? Die is die mooie gozer terwijl ik vergeten ben met daar met te zetten. Dat is een mooie pedo, man. Dat is een hele mooie pedo met een stok tussen ze. Hij had een stok vast, dat gebruik je vast voor zijn vrouwen. Stok tussen de benen. Hé? Stok tussen de benen? Hé? 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 Do you get him? Do you get him? Do you get him? Oh, wat hebben we hier? Oh. Misschien kan ik de kaart nog vinden, je weet het niet. Oké, okay, Roderick Peanut. Hij was altijd de Peanut. Dat was hem eigenlijk. Peanut butter en jelly jam. Oké. 1889 tot 1987. Wow, die is 98 jaar geworden, jongens. Zoeker in het Nationaal Zwerkbalteam. Engelse recordhouder voor de snelste vangst. Snij in 13,5 seconden. Nou, jongens, ik had 20. Ik had 20 op zijn hoogste. Dus ik kom dicht bij hem in de buurt, maar hij is toch steeds de champion, jammer genoeg. Deze kant op, Harry. Oké, dat had ik nog niet door, aangezien dat de enige kant is. I don't like this one bit. Oh. Ik geloof dat het gegrom hier vandaan kwam. Dat is een grote deur. Hoor je dat? Ik geloof niet dat we daar naar binnen moeten gaan. Heel goed idee, Ron. Tegenhouden. Ga jij maar, Hermeline. Offer kom jezelf verder, op. Harry. We zijn vlak achter je. Oh, waarom moet ik als eerste? Waarom ben ik altijd een lul? Come on. Oh my god. Hallo? Lieve hond. Lieve koppen, ja. Oh shit. Het is behaaglijk om dit monster pluisje te noemen. Ik probeer de fluit. Is dat fluisje? Ik ben een poosje gaat slapen. Wees voorzichtig, Harry. We moeten naar het luik eronder, jongens. Oh my god, I'm gonna die. Wat is fluiten? Ik heb handen op de... Oké, ik moet zoals fluiten. Hij gaat bijten. Gaat hij bijten? Ik wees jou. Nee. Ik moet eerst... Oké, wacht. Jongens, rustig. Slaap, hondje, slaap. Daar buiten laat de schapen bij me niet. Slaap, hondje, slaap. Daar buiten laat de schapen. Slapen net de voetjes. Die drinkt dus dan melk zo zoetjes. Kom op, ga slapen. Ja, hij slaapt. Maar die gaat... Oké, hij gaat bijten. Slaap, hondje, slaap. Daar buiten laat de schaap. Ja, hij slaapt ook. En nu deze. Kom op. Ah, bijpen. Nee. Oh, die andere is net wakker. Oh, nee. Oh, wat een epische. Oh, dat ging best goed. Op de voorheen. Doe jij eerst, Hermeline? Nee, dat wil ik niet. Oké. Dames gaan voor, Hermeline. Hoop ik. Oké, Ron. Doei. Oké, Hermeline. Hermeline, laten we... Het is een zachte landing. Laten we even een stil plekje gaan zoeken, ja? Om een boek te lezen. Jullie dachten vast iets anders, hè, Pilot, wie zeg ik? Kom op, Harry! Ik ook, maar ik zei het niet. Ahaha, zo'n epische jump. Terwijl Pluisje nog lekker ligt te snurken. Pluisje was het moeilijkste, dus als dat het moeilijkste was, dan wordt dit vrij makkelijk. En dit kan misschien wel een van de laatste. Dit is ik sowieso een van de laatste afleveringen van Harry Potter. Volgende keer zal ik opletten bij kruidenkunde. Ja, dat lijkt me wel handig. Om... Het is duivelstrik! Oh my god! Ik probeer niet te dicht bij die tentakels te komen. Incendio! Ik maak me dan gewoon meteen mijn vrienden los. Incendio. En dan vind ik weg. Incendio. Oh nee! Ik word verkracht door tentakels Incendio. Hier! Shit! Incendio! Daar weg jij! Oh, jij moet helemaal oprotten! Oh my god! Incendio! Waarom kan ik niet rondselecteren? Ik wil ronden hebben, Incendio. Oké, die is goed. Oh my god. Incendio. Man, dan heb ik nooit te vermoeid met deze. Incendio. Oké, die richt op de grond. Die rond nog één keer heb ik ze. Ja?
Ik wil geen Excendio meer horen, maar heb ik ze? Ja, ik heb ze. Dankjewel, Harry. Oh, alsjeblieft, Hermione. Deze kant op, Harry. Letterlijk. Dat scheelt een tentakel om precies te zijn. In plaats van een haartje. Vang de gouden snaai. Kut. Deze snaai is het moeilijkste. Ik pluisje was nog, ja. Uit te proberen. Oh, nee. Daar ben ik niet zo goed in. Succes, niet in deze kut snaai. Let's power it up. Met some extra speed. Waar is die snaai? Oh, daar. Daar is de snaai. Daar is de snaai. Ik wil naar die snaai toe, maar hij is best moeilijk op te pakken. Kom op, snaai. Ik wil je pakken. Kom hier, jij. Kom hier. Kom hier. Oh my god. What the fuck. Auw. Dat deed pijn. Daar is die. Dit gaat lang duren. Deze snaai draait. Ops, die grote bal is groter dan jou, Harry. Je moet hem toch maar zien te pakken. Nou, die bal zoekt het wel op, hoor. Die bal zoekt het wel op. Kom op, kom op, kom op, kom op. Waarom wordt mijn bal te dikker? Ik ging er echt recht in, zowat. Ja, kom op. Kom op, man, ik kan het proeven. Oh, ga niet omhoog, ga geen hoogte op zoeken, man. Nee. Oh, dit wordt de rest van de episode hier. Ik neem het terug, pluisje was makkelijk, dit is kut. Kom hier, jij, ga niet weer draaien. Oh. Welle kutsnaai, kom hier, jij. Nee. Kom op. Kutsnaai. Kom hier, jij. Kom op. Oh, kom op, ik heb bijna. Oh, nee. Fuck, ik kan echt proeven. Oh my god. Ik doe dit echt niet expres. Dit is gewoon echt kut om die snaai hier te pakken. Oh hey, oh, mijn balk is bijna weer leeg. Hoe lang heb ik nog voor deze video? Kan je eens kijken. Ja, kom op. Ja, ik heb die kutding. Ik heb die kutsleutel. Oh my god. Hoe lang was ik daarmee bezig? Sowieso 4 minuten. Serieus? Ging die poort zo open? Oh, nou, wat een vrienden zegt, ze wachten ineens op me. Ik doe al het werk. Nee hoor, ze wachten niet op me. Nee hoor. Je zou ze niet durven om op me te wachten. De volgende puzzel is een gigantisch schaakbord. Oh, oké. Okay. Jan is al verder gegaan om een potje te spelen. Ik hoop dat hij oké is. Dit is geen spelletje, dit. Hij werd net gepakt door tentakels en ik werd heel erg op de proef gesteld door een sleutel. Dus dit is geen spelletje dit. Opslaan, boek daar, opslaan, heet. Oh, hij is gewond. Oh yes, happy day. Ik heb de meeste stukken verslagen, maar ik heb pijn. Jee. Vanaf nu zul je het alleen moeten doen, Harry. Kutzooi. Oh, hij is boos. Hij kan zichzelf voor zijn kop slaan. Ze bewegen telkens één vakje per keer. Oh, oké. Okay. Zorgen dat de stukken met elkaar gaan vechten om veilig aan de overkant te komen. Oh, stap okay. Het bord op om het spel te starten. Wees alsjeblieft voorzichtig. Nou, ik doe wel voorzichtig, maar in ieder geval, in de volgende aflevering van Let's Play Harry Potter en de Steen der Wijzen, gaan wij een potje schaken en gaan wij een sneeuwvel goed stoppen. Tot dan, dag.